Kijk jongens, wat hier trouwens ligt. Mijn allereerste stapwijs voor dit jaar. Hoi allemaal, ik ben Lotte van Leeuwen en ik ga jullie vandaag een dagje meenemen voor de estafette vlog van Runner's World. Voor degenen die mij nog helemaal niet kennen, ik ben ex-professioneel tennister en op mijn 20ste stond ik nummer 14 van Nederland. Dat jaar mocht ik deelnemen aan het NK, maar helaas moest ik mij hiervoor afmelden vanwege een hardnekkige blessure waar ik al lange tijd last van had. En datzelfde jaar moest ik ook echt definitief stoppen met mijn tenniscarrière vanwege die blessure. Toen ben ik op zoek gegaan naar een sport waarbij ik dezelfde kick kon ervaren als dat ik kreeg bij het spelen van tenniswedstrijden. En al heel snel kwam ik erachter dat ik dat kreeg bij hardlopen. Nu inmiddels ben ik 25 jaar en zo'n 2 jaar fanatiek bezig met hardlopen. Voordat ik hiermee begon heb ik tegen mezelf gezegd, oké, hardlopen ga je zien als een hobby. Maar ik moet heel eerlijk toegeven dat ik er nu toch wel heel fanatiek mee bezig ben, omdat ik het zo leuk vind. De komende maanden heb ik allemaal hardloopwedstrijden op het programma, waaronder de schoolrun. Daar ga ik een 10 kilometer run doen. Een maand later loop ik de CBC-loop in Den Haag, een halve marathon. En in april loop ik mijn tweede marathon, namelijk de marathon van Rotterdam. En bij alle 3 de hardloopwedstrijden wil ik voor een PR gaan. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik hiervoor train. Ik had mijn ontbijtje eigenlijk al klaarstaan, dus daar ga ik nu aan beginnen. Maar voordat ik dat doe, wilde ik nog even kort vertellen wat ik allemaal neem. Allereerst begin ik altijd met een gembershotje op een nuchtere maag. Daarna drink ik een groot glas water en ik neem ook altijd een cappuccino oatmilk. Daarnaast mijn ontbijtje. Ik heb Grieks yoghurt met banaan, bosbes, kaneel, havermout. Ik heb er ook nog een schepje collageenpoeder in. Ik meng het als het ware gewoon straks allemaal door elkaar. En tot slot wat pindakaas on top. Kijk jongens wat hier trouwens ligt. Mijn allereerste startbewijs voor dit jaar. Voor de schoolrun. En normaal ben ik iets meer van de lange afstanden, dus minimaal een halve marathon. Maar ik heb er bewust voor gekozen om hier dus een 10 kilometer te gaan pakken. Om te testen of ik eigenlijk een beetje op schema loop voor mijn PR die ik wil gaan neerzetten bij de CPC-loop. Dus dat wordt 10 kilometer knallen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de run. Dit wordt mijn eerste keer dat ik deze ga lopen. Voor degenen die willen weten hoe vaak ik nu train. Ik heb 3 vaste trainingsmomenten in de week verspreid over de week. Op zondag doe ik altijd een duurloop van minimaal 20 kilometer. Op de woensdag heb ik een climax training waarbij ik elk aantal kilometer mijn tempo ga opvoeren. En tot slot heb ik vrijdag altijd een intervaltraining. En dat is wat jullie vandaag gaan zien. En daarnaast pak ik gewoon heel erg goed mijn rust. Dus op de dagen dat ik niet train, doe ik ook echt helemaal niks, jongens. En dat is ook echt gelijk mijn tip die ik aan jullie ga meegeven. Besteed ook heel erg goed je aandacht aan het nemen van rust. Toen ik namelijk begon met hardlopen, wilde ik bijna elke dag gaan rennen. En pakte ik helemaal niet goed mijn rust. En hierdoor kreeg ik toch heel erg snel last van blessures. Met name mijn kuiten kreeg ik vaak last. En nu ik merk dat ik naast het effectieve trainen ook heel goed mijn aandacht besteed aan het houden van rust en optimaal herstellen, merk ik dat en bijna geen blessures meer heb, maar ook echt beter ben geworden in hardlopen. Dus neem deze tip vooral mee, jongens. Ook wel even leuk om te laten zien wat hier nu naast mij ligt. Dit zijn allemaal spullen die ik heb opgestuurd gekregen van mijn vaste partners. Voor de mensen die nog niet wisten wat ik precies doe. Ik werk als online content creator waarbij ik mijn hardloopjourney deel op mijn social media accounts. En daarmee hoop ik mensen te inspireren en te motiveren om ook te gaan hardlopen. En dan heb ik onder andere deze nieuwe vette hardloopschoenen binnen van Puma. Dit model is de Deviate Nitro Elite en hier loop ik al een lange tijd op. Ik zelf vind deze schoenen fantastisch lopen. En dit is dus de nieuwste kleur die nu uit is. En zelf vind ik hem echt fantastisch. Want hoe feller de schoen, des te beter, vind ik altijd. Ik heb me ondertussen al omgekleed. En in deze tijd van het jaar trek ik iets meer aan dan normaal. Allereerst mijn sportlegging. Hieronder heb ik mijn sportshirtje. Daarboven mijn thermoshirt. En nog een truitje. Dus dan weet ik zeker dat ik het warm blijf houden tijdens het trainen. Tot slot heb ik nog onder mijn sportlegging compressiesokken aan. Dat zijn deze. Die draag ik van het merk Stokks. En deze ben ik eigenlijk gaan dragen nadat ik een kuitblessure opliep na mijn eerste halve marathon te hebben gelopen. En sindsdien ga ik niet meer de deur uit zonder mijn compressiesokken. En daarnaast zitten ze ook nog eens lekker warm.
Volgens mij heb ik nog helemaal niet verteld hoe mijn intervaltraining er vandaag uit gaat zien. Ik heb namelijk net de training in mijn Garmin Watch gezet. Zodat ik tijdens het trainen precies kan tracken of ik op de juiste snelheid loop. En hoeveel kilometers ik heb gehad. En vandaag ga ik een intervaltraining doen waarbij ik 1 kilometer ga versnellen naar 15 kilometer per uur. Vervolgens afgewisseld met 1 kilometer rust. En dan ga ik meestal terug naar de 12 kilometer per uur. En dat 6 keer. Dus dan kom je uit op een interval van 12 kilometer. En vooraf doe ik altijd een warm-up van 2 kilometer met een cooling-down als laatste van 1 à 2 kilometer. En daar zijn ze hoor, de beruchte pancakes. Iedereen die mij al langere tijd volgt weet dat ik dit alleen maar eet. Ik eet dit zowel op mijn trainingsdagen als voor hardloopwedstrijden, omdat ik er gewoon heel veel energie van krijg. Maar ook heel erg lang op kan teren. Ik heb de volkoren bananenpannenkoekjes met frambozen, pindakaas, een beetje kaneel nog. En zometeen doe ik nog wat syrup on top. Zo. Ik kan echt niet zonder siroop en pindakaas tegenwoordig. Echt heerlijk. En even belangrijk om te weten, deze pancakes, zo, eet ik altijd 2 uur van tevoren. Zodat alles even goed kan zakken voordat ik ga trainen. En daardoor heb je dus ook minder last van steek tijdens het rennen. Tot slot, mijn handschoenen die meegaan. Ik kan echt niet zonder handschoenen rennen deze tijd. En daarnaast heb ik dus deze handige handwarmers. En die stop ik in mijn handschoenen en daardoor blijven je handen de hele run warm. Dat is echt ideaal. En nu mag ik weer eens gaan haasten. Oké, even voorstellen jongens. Dit is Leslie, al jaren mijn trainer. En toch wel degene die mij heeft geïnspireerd om fanatieker te gaan hardlopen. En zelf ook fanatiek marathon lopen met hoeveel marathons? 58. 58 jongens. En leuk om te weten, vorig jaar liep ik mijn allereerste marathon in Zuid-Afrika. En Les was degene die mij pezen, dus ik bofte. Want zonder jou had ik hem nooit zo goed gelopen. En dit jaar ga je me weer pezen bij de CPC-loop in Den Haag, de halfmarathon. Dus nu gaan we aan de bak met een intervaltraining. Ja, oké, de intervaltraining zit erop. Het was een pittige, maar lekkere training. Echt van elke hardloopsessie kan ik gewoon genieten. En de voorbereidingen lopen tot nu toe ook gewoon zoals het moet. Ik ga nu snel haasten. Ik ga lekker douchen thuis, boodschappen doen. Want vanavond ga ik lasagne koken. En sinds dat ik hardloop ben ik wel meer koolhydraten gaan eten. Dus je ziet bij mij veel pasta's voorbij komen. En vanavond is het dus lekker lasagne. Na afloop neem ik vaak snel eiwitten in. En nu ga ik voor deze proteïnbar. En soms is het ook een eiwitshake. Ik wissel daar een beetje mee af. Zo, mijn dag zit erop jongens. Dit is het einde van de vlog. Ik wil bij deze het stokje doorgeven aan de volgende estafette vlogger. En jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En wellicht zie ik even jullie langs de zijkant straks bij de finish. Bij een van mijn hardloopwedstrijden. Doei doei!